Televisie-icoon Eva Jinek neemt afscheid van RTL 4 vanwege ontevredenheid over haar tijdstip van uitzenden bij de zender, zo beweert tv-deskundige Victor Vlam. In plaats van haar huidige jaarsalaris van 1,2 miljoen euro bij RTL 4 verruilt ze dit voor een vierjarig contract bij Avrotros voor ruim 2 ton per jaar. Vlam merkt op dat de aankondiging van haar vertrek 5 maanden voor het aflopen van haar contract suggereert dat ze geen twijfels had over haar beslissing. Volgens Vlam is er nooit sprake geweest van een sterke loyaliteit van Eva Jinek aan RTL 4. Ze heeft slechts af en toe in andere RTL-programma's verschenen, zoals bijvoorbeeld RTL Boulevard. Hierdoor had ze geen hechte band met de zender. Vlam beschouwt Eva nooit als een echt RTL-gezicht. Haar wens was om weer de talkshowkoningin van Nederland te worden, zoals ze vroeger was. Het lastige uitzendtijdstip van 10 uur 's avonds bij RTL 4 speelde ook een rol. Ze moest concurreren met goed bekeken programma's zoals Vandaag Insight en Arjen Lubach, waardoor haar talkshow niet de gewenste kijkcijfers haalde. Volgens Vlam kon Eva een clausule eisen om niet tegenover de mannen van VI te staan, maar dat zou betekenen dat RTL 4 hun strategie met slechts 1 primetime programma moest opgeven. Dit zou een kostbare investering zijn, waarvan het succes niet gegarandeerd was. Uiteindelijk heeft Eva Jinek gekozen voor een tijdslot bij NPO 1, omdat dit haar betere kijkcijfers kan opleveren dan RTL 4. Ondanks dat de publieke omroep haar minder kan betalen dan RTL 4, vond ze de potentie van een toptijdslot bij NPO 1 aantrekkelijker. Volgens Vlam is het verstandig om als televisiester te kiezen voor hoge kijkcijfers boven een hoog salaris, omdat dit een langdurige en succesvolle carrière kan bevorderen.